Surinamekies.com is een nieuwe website die de doorsnee Surinamer kan helpen met het bewust kiezen van een kandidaat. De website is een initiatief van Freedom Vibes die zich heeft toegewijd aan het verstrekken van objecten en betrouwbare informatie van kandidaten. Volgens Rumi Knoppel, PR Officer Freedom Vibes, is het helpen van de gemeenschap bij het kiezen van de juiste kandidaat één van de redenen waarom de website is opgericht. Dat is de reden, dus één van de redenen waarom we de website hebben opgezet, maar er zijn nog meerdere redenen. Het tweede is, het gaat om standaarden. Ik sprak laatst met de ondervoorzitter van het parlement en ik vroeg hem of er wettelijke standaarden zijn, dus die vereist zijn voor mensen die toegelaten willen worden tot het parlement. En hij zei me, er zijn geen enkele. Dus ik was heel verbaasd daarover. Ik heb toen met mijn team over gehad. En toen hebben we gezegd van, weet je wat, laten wij kijken of we op een heel zoveel mogelijk correcte manier zelf de standaarden kunnen creëren, want het parlement is van ons, van de gemeenschap. Laten we ons niet afhankelijk stellen en wachten op de parlementariërs om met die standaarden te komen, maar laten wij zelf iets creëren en dan kijken welke standaarden wij als gemeenschap kunnen hebben. Dus dat is één van de redenen. En de laatste die ik heel erg belangrijk vind is integriteit, ethiek. Het lijkt alsof ethiek verloren gaat, niet alleen in Suriname hoor. Het is overal zo, maar ja, we wonen hier met elkaar, dus we moeten het hier zelf fixen. Om de website van meer informatie te voorzien, roept Freedom Vibes de hulp in van de gemeenschap. Als iemand informatie heeft die ze graag willen delen, wordt deze info in de machine gedaan en gaat het verder uitpuzzelen, zegt Knoppel. Omdat we weten dat in beginsel de waardering die een aantal van de kandidaten hebben gehad een oneigenlijke waardering is, omdat we in de wandelgangen geruchten horen dat ze bepaalde zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus wij willen dus de samenleving erbij betrekken. En dat indien individuen er zijn die informatie hebben over deze mensen, maar natuurlijk wel netjes gedocumenteerd, dat ze dat aangeven bij ons. En dan gaan we het screenen, want de bedoeling is dat we elk kwartaal, we gaan de kandidaten blijven volgen, en elk kwartaal gaan ze weer opnieuw in die machine. Want ze blijven toch? In die gemeenschap. Dus in combinatie daarmee, als we dus meer informatie krijgen, dan krijgen we natuurlijk een beter beeld van de kandidaten. En dan zijn we ook dichter bij de waarheid. En dan gooien we dat dus elk kwartaal weer in die machine en dan kijken we of het cijfer omlaag of omhoog gaat. Er moet nu meer licht gaan schijnen op integriteit en er moet meer aandacht komen voor ethiek. Bij gebrek aan deze zaken is het corruptie dat alles stuk maakt, benadrukt Knoppel. Meer hierover in ons gesprek in het programma In Gesprek Met vanavond via 12.1.